In mijn vorige video vertelde ik jullie iets over mijn nieuwe pedalen. Deze, de Speedplay pedalen. Nu heb ik van mijn fiets mijn oude pedaal gehaald. Dus degene die ik tot nu toe gebruik. Dat zijn deze van Look. De KO2 Max heb ik. Dus qua pedaal niet te vergelijken met de Speedplay natuurlijk. Zoals je kan zien. Ze zien er heel anders uit. Ja, het grote verschil is tussen deze twee dat dit eigenlijk het vaste gedeelte is van de pedaal slash schoenplaatje combinatie. En bij deze is dit eigenlijk het deel wat los zit, tenminste waar je schoenplaatje in kan bewegen. Zoals je kan zien onder deze schoen zit hier het schoenplaatje wat hoort bij dit pedaal. Dat klikt er dus zo in. Ik ga hem niet vastklikken, want dan krijg ik hem natuurlijk niet meer los. Maar goed, je klikt hier in ieder geval mee vast. En bij de Speedplay pedalen moet je dit eigenlijk zien als je schoenplaatje. Ook al is dit hetgene wat draait. Maar dit klikt in dit plaatje. Dit zit dan inderdaad wel op je schoen. Maar hier zit eigenlijk de speling in. Wat dus bij Look, Shimano pedalen in je pedaal zelf zit. Dus dit is een vast iets waarbij je deze zo erop kan klikken. En dit is eigenlijk hetgene wat hier overheen kan bewegen zodat je niet gefixeerd zit in één punt. Zoals je ziet, ik heb nog niks op mijn schoen of mijn fiets zitten. Dat ga ik in de loop van de dag even doen. Maar ik wou alvast in ieder geval even een beetje het verschil uitleggen tussen deze twee pedalen. Zodat je in ieder geval een beeld hebt van de verschillen. Waarom ik nu voor deze pedalen heb gekozen is omdat deze eigenlijk bij mij elk jaar versleten zijn. Dus is dit een redelijk kostenplaatje of iets dergelijks in ieder geval. En is gewoon een beetje zonde. Buiten dat wilde ik eigenlijk vroeger al Speedplay pedalen hebben. Alleen omdat ze toen nog schoenplaatjes hadden. Waarbij eigenlijk deze beschermkap er niet op zat. Dus het zag er niet zo uit als dit. Maar de schoenplaatjes die je zeg maar dan hebt, die sleten heel erg snel. Waardoor je heel snel nieuwe schoenplaatjes moest kopen. En dat is natuurlijk ook prijzig. Het voordeel van deze pedalen ten opzichte van deze is, zoals je kan zien, je hebt iets meer ruimte als je een bocht doorgaat en je wil blijven doortrappen. Zoals je bij deze pedaal kan zien, hier, misschien moet ik hem iets verder weghouden, maar hier zie je dit uitstekende randje zitten natuurlijk. En als je hier misschien aan de voorkant het kan zien, heb ik daarmee al een paar keer de grond geraakt. Vooral met trainen op de baan. Omdat je eigenlijk snelheid wil houden in de bocht, probeer je natuurlijk zoveel mogelijk mee te trappen. Maar zoals je ziet gaat af en toe het pedaal aan de grond. En dat is best onveilig. En deze zijn gewoon bijna een centimeter korter. Dus uiteindelijk heb je ook iets meer ruimte. En hoop ik dat ik daarmee iets beter fietsend de bocht door kan. Maar goed, dat moeten we natuurlijk gewoon gaan uitvinden. Voor de rest is het zo dat je deze pedalen makkelijker kan servicen als deze. Want dit zit in elkaar geschroefd. En je kan hier eigenlijk geen losse onderdelen van kopen. Tenminste, voor zover ik tot nu toe weet, niet. Dan moet je gewoon een heel nieuw pedaal kopen. Dus dat is een beetje zonde. En deze kun je gewoon met een pompje kun je hier gewoon nieuw vet in pompen. Waardoor je dus eigenlijk je vet in je laars elke keer kan verversen. Vuiligheid eruit gaat. Vocht of weet ik veel wat erin zit. En hou je eigenlijk je laars gewoon in conditie die waarmee je gewoon door kan fietsen. Dus dat is even kort het verhaal over deze twee pedalen. Ik hoop dat je er iets mee kan. En ik ga ze in ieder geval binnenkort op mijn fiets zetten. En dan kan ik daarna jullie wat meer vertellen over de pedalen zelf. Hoe ze bevallen, hoe dat gaat met fietsen door de bocht heen.
Ja, dus dat eigenlijk. Inmiddels zitten de pedalen op mijn fiets. Ik heb schoenplaatjes erop gezet. En om nog even goed het verschil te laten zien. Deze zijn dus van mijn oude pedalen. Van de Look pedalen. Hoe je het ook wil noemen. En deze van de Speedplay. Nou, je kan wel zien, ze zijn heel anders. Ja, dit zijn dus echt vaste plaatjes die in je pedaal bewegen. En deze bewegen eigenlijk over je pedaal. Dus dit is eigenlijk hetgeen wat de speling veroorzaakt. Iets ander systeem. En ik ga zo me omkleden om een eerste ritje ermee te maken. Dus ik ben benieuwd hoe het bevalt. En of alles goed afgesteld staat. Want dat is natuurlijk wel weer belangrijk. Ik heb zoveel mogelijk de afstelling overgenomen van deze. Door dingen uit te meten en dat soort dingen. Wel een werkje, maar goed. We gaan zien hoe het zo meteen bevalt. Het eerste half uurtje fietsen zit erop. Ja, op zich tot nu toe gaat het gewoon goed. Ik merk nog geen verschil in ieder geval met trappen of iets dergelijks. Wel met in- en uitklikken. Inklikken is natuurlijk nog een beetje zoeken. Maar wel één voordeel. Ik kan nu aan twee kanten van het pedaal inklikken. En niet zoals met mijn oude aan één kant. Uitklikken gaat vrij makkelijk. Dus dat is ook wel fijn. Ik moet alleen nog even iets afstellen aan de links-rechtsspeling. Dus hoe je voet kan bewegen. Want deze staat nog wel een beetje strak. Dus ik klik er best wel snel uit. Maar goed, dat is een kwestie van afstellen. En dan denk ik dat het wel prima is.